Bitsensor zorgt ervoor dat hacks snel worden gevonden en dat het opgelost kan worden. Het risico voor bedrijven bij een hack is het verlies van IP, dus heel veel data, financiële info, maar ook gewoon klantengegevens. En in het ergste geval, en een realistisch geval, leidt het gewoon tot een faillissement. Mijn co-founder Ruben is ethisch hacker. Hij heeft LinkedIn, Indiegogo, eBay, nou, noem het op, gehackt. Het probleem is dat hij ze altijd moet bellen. Nou, als hij geen ethisch hacker zou zijn, dan belt hij dus niet en dan ligt er gewoon een open deur op straat. En dat is het probleem wat wij proberen op te lossen. Het duurt bedrijven gemiddeld 9 maanden voordat ze erachter komen dat ze gehackt zijn. Nou, door de Bitsensor plugin te installeren brengen we dat terug naar 50 milliseconden. Het duurt bedrijven nu zo lang omdat de huidige security oplossingen zich gewoon geen raad weten met alle data. Nou, Bitsensor weet dat wel. Die creëert ontzettend mooie hackerprofielen met alle unieke eigenschappen van de hacker. En dan is er gewoon een sniper respons waarbij alleen die hacker buitengesloten wordt en de rest van de consumenten, de rest van de gebruikers er geen last van heeft. Nou, dit is het beginpunt. Als je naar Bitsensor kijkt, hier zien we bezoekersaantallen. En hier zien we wel dat er op sommige momenten meer bezoekers zijn. Maar hier zijn ontzettend veel meer hacks op die momenten. Dus dat betekent dat eigenlijk gewoon die bezoekers hackers zijn. We zijn nu 1,5 jaar bezig. Ruben heeft natuurlijk al veel langer onderzoek gedaan. Nou, het gaat ontzettend goed. We groeien hard. We zijn nu op zoek naar meer technische mensen om aan te nemen, dus gewoon goede developers. We hebben net 400.000 geïnvesteerd gekregen van een goede partij, Volta Ventures. Ze zijn technisch zo hoogstaand, gaan voor goede softwarebedrijven, dat wij daar gewoon de perfecte fit hebben gevonden. Ook samen met het netwerk wat ze hebben. Ja, ze zeggen altijd je moet gaan voor smart money, want nou, geld dat was echt nooit de issue. Daar konden we relatief makkelijk aan komen. Maar je wil dat er ook gewoon goede mensen achter zitten. Het moet echt een partnership zijn. Ik denk dat het leukste is hoeveel we leren. He, van tevoren, nou ja, je gaat een start-up beginnen. En we hebben ons altijd heel erg open opgesteld. Dus we hebben gewoon een aantal vaste mentoren. Ook van andere securitybedrijven. Maar ook gewoon business mensen. En er hoeft niet altijd geld tegenover te staan. Het is voor allebei de partijen gewoon een ontzettend mooie ervaring. En wat wij nu geleerd hebben, zeker in het afgelopen jaar, 2 keer naar Amerika geweest, dat is iets wat niemand ons meer afpakt.